We gaan vanmorgen gelijk starten met een telefonisch gesprek live vanuit Georgetown. Want wij gaan bellen met Albert Ramdin, die samen met president Chan Santokhi daar is met betrekking tot de CARICOM India Summit. En het zou redelijk en billig zijn om van de man himself, dat is de man die verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid, om hem te vragen wat in het verschiet ligt voor ons land en welke overeenkomsten zijn getekend tussen Suriname en India. Minister Ramdin, goedemorgen en welkom. Ja, goedemorgen, heer Iwan. Hoe is het met u? Ja, lekker. Met u? Ja hoor, goed, goed. Ik wil even corrigeren. Wij zijn inmiddels terug. Oké. Wij zijn een paar uur geleden teruggekomen, ongeveer rond 2:30 in Suriname. Ja. Dus in de ochtend, in de vroege ochtend. Oké, dat is geweldig. Welkom back home. Ja. Ja, dank u wel. De summit was gisteren. En wij zouden van u willen weten welke bijzonderheden er zijn of welke overeenkomsten zijn getekend tussen Suriname en India. En wat in feite het hoogtepunt was van deze summit. Want we hebben gelezen dat de premier van India, dat is de heer Modi, heeft beloofd dat hij verder wil werken met de 15 lidstaten van CARICOM om die ontwikkeling in dit gebied te realiseren. Wat kunt u ons aangeven, minister Ramdin? Ja, laat me beginnen te zeggen dat de tweede ontmoeting is tussen de regeringsleiders van India en die van CARICOM. De eerste vond plaats op 25 september 2019, dus inmiddels 4 jaar geleden, midden. Ja, een beetje in COVID-periode. Dat was niet in het Caribisch gebied. Dat was in New York, aan marge van de United Nations meeting. Deze keer is het voor het eerst dat een regeringsleider van India met de Caribische regeringsleiders in het Caribisch gebied praat over de samenwerking. En ik kan u ook zeggen dat de volgende ontmoeting onder leiding van premier Modi in India zal plaatsvinden. Het is nog niet bekend wanneer, maar ik verwacht dat dat ongeveer over 2-3 jaar zal zijn. Dit soort ontmoetingen gebeuren niet elk jaar, maar er is altijd wat tijd ertussen, zodat de samenwerking tot uitdrukking kan komen. Ik wil zeggen dat het was een historische ontmoeting, omdat het de eerste keer was dat CARICOM regeringsleiders collectief hun dank hebben kunnen uitspreken aan India en met name aan premier Modi voor de bijdrage die India heeft geleverd aan de COVID-19 bestrijding in het Caribisch gebied. En dit lijkt een klein punt, maar het is van historische waarde, omdat het veel emoties heeft gecreëerd gisteren ook tijdens een vergadering. Omdat terwijl COVID-19 op het hoogste moment van de situatie die we hadden, geen enkel land CARICOM echt ondersteunde. De kleine landen werden vergeten. Al had je geld, je moest in de rij zijn. En misschien zelfs al heb je geld en eerder besteld, je kon geen vaccins krijgen. India was ook helemaal beïnvloed door de COVID-situatie. En zij hadden ook hun uitdagingen. Maar desondanks hebben zij besloten om 500.000 vaccins te sturen naar het Caribisch gebied. Naar alle landen. Al de Caribische landen hebben daar profijt van getrokken. En het is belangrijk gebleken. Deze internationale solidariteit, ook als je iets hebt dat weinig is en waar je zelf problemen hebt, maar een klein beetje van wat je hebt, wil je delen met landen die het nog moeilijker hebben, dat is veel waard in de internationale gemeenschap. Landen waarmee het Caribisch gebied normaliter hele bijzondere relaties onderhoudt, hadden het Caribisch gebied vergeten. Dus ik kan u zeggen, dit aspect was centraal in de relatie die nu is vertaald en verder uitgebouwd.
Dat is ook heel nadrukkelijk aan de orde geweest in de gezamenlijke verklaring die is uitgegeven. Er is geen ondertekening van de overeenkomst geweest. De onderhandelingen vooraf hebben geleid tot de gezamenlijke verklaringen. En ik kan u zeggen dat een aantal algemene zaken zijn bevestigd. Eén is dat de relatie tussen CARICOM en India met betrekking tot vrijheid, democratie, mensenrechten, de rechtsstaat, multilateralisme, samenwerking internationaal nadrukkelijk is herbevestigd. We staan op dezelfde pagina. De hulp van India is belangrijk om belangrijke doelstellingen internationaal van het Caribisch gebied te realiseren. Ook de hervorming van internationale bankinstellingen, zodat we makkelijker en goedkoper aan geld kunnen komen voor de ontwikkeling. Daar staat India ook heel sterk achter. India's leiderschap in termen van de G20 vorig jaar heeft deze issue helemaal op de voorgrond gebracht. Daarnaast wil men de functionele samenwerking versterken. En dat is op economisch en commercieel gebied. Laat me een paar zaken noemen. Het zijn 7 centrale gebieden. Premier Modi heeft aangegeven dat ze allemaal de letters van CARICOM beslaan. Dus de C staat voor connectivity, de A staat voor agrarische samenwerking en hij is allemaal gelist. In ieder geval de samenwerking op het stuk van energie en infrastructuur, met name hernieuwbare energie. Energy efficiency, handel en investment is toegezegd. India zal in elk land zonnepanelen beschikbaar stellen voor tenminste 1 overheidsgebouw. Daarna zijn er mini solar en microgrid. Daar is een heel pakket aan specifieke maatregelen aangekondigd. Op het stuk van agrarische samenwerking en voedselveiligheid. Daar is ook over gesproken. India wil de ervaring delen die ze hebben in duurzame agrarische sector, de technologie, de hogere productie van zaden en daardoor ook de hogere productie in de output, de energie-efficiëntie op een stuk van onderzoek en technologische gebruik. De Indian Council of Agricultural Research, ICAR, zal samenwerken met CARDI, het agrarisch centrum voor het CARICOM, voor de CARICOM lidstaten. Daarnaast is gesproken, het derde terrein, gezondheid en pharmaceuticals, dus medicijnen. Met name heel specifiek op het stuk van de beschikbaarstelling van algemene medicijnen. Generieke medicijnen, drugtesting, laboratoria, radiatie, radiation technology, hulp bij behandelingen van bepaalde ziekten, zoals kanker, maar ook het dialyseren van personen, ook ambulances. En op dat stuk zullen in de komende weken dus specifieke afspraken worden gemaakt. Ja. Op een stuk van technologie en innovatie is er met name capaciteitversterking in onderwijs, in digitale publieke infrastructuur, digitale gezondheid, informatietechnologie. Daar gaat veel over samengewerkt worden in de komende periode. Er is even gesproken over de situatie in Haiti, over klimaatverandering en de hervorming van de internationale financiële instellingen en een aantal zaken die in de Verenigde Naties aan de orde zijn, waaronder de hervorming van de Veiligheidsraad. Ja. En, we hebben ook gesproken over infrastructuur development, dus, en ook de economische sectoren. Er is gesproken over financiële beschikbaarstelling van financiële middelen. Er zal een speciale gezamenlijke werkgroep worden opgesteld die deze toezeggingen verder zal
uitwerken. Er zijn 1000 scholarships toegezegd aan het Caribisch gebied voor de ITEC-programma in India, technologie en economische samenwerking. En dan het laatste, waar president Santokhi de verantwoordelijkheid voor heeft in de CARICOM-portfolio, is de people-to-people contact, culturele samenwerking. Daar is afgesproken dat het gaat om het verdiepen van de relaties via initiatieven in, op het stuk van sport, cultuur, muziek, film, media, toerisme, yoga en versterken van de diplomatieke samenwerking. India stelt beurzen beschikbaar om trainingen te geven in cricket, in sport in het algemeen. Daar kunnen de landen gebruik van maken. Dat is zo'n beetje een korte samenvatting. Het document is veel langer. Maar ik kan u zeggen dat alle CARICOM-leiders zeer tevreden waren over de samenwerking en de gesprekken die zijn gevoerd. Minister, bedankt voor deze korte samenvatting. En we kijken uit hoe Suriname gebruik hiervan zal maken. Absoluut, zeker, zeker. En u kunt daarop rekenen. Thank you. En rust u goed uit. Of gaat u later richting DNA? Nee, ik ben heel snel terug op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aboom. Thank you and be blessed.